De hele week leef ik eigenlijk vanuit deze wedstrijd toe. En ik had er ook heel erg veel zin in. En ja, het is natuurlijk heel fijn voor mij dat ik hier op mijn oude vertrouwde nest een steentje kan bijdragen aan de overwinning van NVV nu dan. Ja, een hele grote steen wel, want en een doelpunt en jouw hoekschop wordt binnengewerkt. Ja, dat zijn twee momenten dat ik wel heel fijn, voor mij persoonlijk heel fijn is natuurlijk. En voor mij is het heel erg fijn dat ik het team dus kon helpen. Ja, en het is hier bij het publiek natuurlijk, weet je, die zijn heel fanatiek en dat zie je op het einde ook. Iedereen gaat er natuurlijk weer achter staan, dus dan wordt het voor ons nog wel een beetje spannend op het einde. Maar ik denk dat we er redelijk goed mee omgegaan zijn. Wat deed MVV beter vandaag dan de Graafschap? Nou, wat vooral de eerste helft hadden we het goed staan, hadden we de as van het veld stond dicht. Dus we moesten elke keer naar de zijkant en dat was ook wat we eigenlijk wouden. Dus ja, wat dat betreft hadden we het eigenlijk gewoon goed staan wat ons plan was. Ja, en daarmee, met deze overwinning, 5 punten los al van de Graafschap. Ja, het is nog vroeg natuurlijk, maar we hebben een goede start en het is heel erg vroeg natuurlijk. Maar we kunnen nu wel proberen om deze lijn door te trekken en dan hopen we dat we in ieder geval hoog gaan eindigen. Hoe is je overstap bevallen van de Achterhoek naar Limburg? Ja, wel heel goed eigenlijk. Ik ben ook redelijk snel in Maastricht zelf gaan wonen. Dus voor mij is het ideaal dat ik nu daar ook woon. En ik heb het goed naar mijn zin bij de club. Dus voor mij is het allemaal top. En op het veld is dat volgens mij ook te zien. Want ja, je oogt eigenlijk al fitter, gretiger dan dat je hier misschien vorig jaar überhaupt wel bij de Graafschap hebt geoogd. Ja, nou ja, vorig jaar was ik ook wel fit. Alleen op het einde dan speel je niet zoveel meer. Dus dan verlies je een beetje natuurlijk de plezier in het spelletje. En ik moet zeggen dat ik dat nu wel teruggevonden heb. Dus ik zit wel goed in mijn velje. Ja, en een rondje hier langs de fans na afloop van de wedstrijd. Je wint. Hoe was dat? Ja, dat is natuurlijk heel mooi dat het publiek nou wel voor je gaat staan en voor je gaat klappen. Dat is natuurlijk wel, spreekt natuurlijk wel waardering uit. En ik moet zeggen, dat heb ik ook naar de fans toe. Dus dat is voor mij is dat een heel mooi momentje. Ja, dat heb je ook al in Maastricht volgens mij, want je werd ook door die supporters naar toe gezongen. Ja, nee, dat klopt. Maar ja, het is. Ik doe mijn best natuurlijk. En vandaag was het genoeg voor ons.